Presentatrice Nicolette Kluiver woont op het ogenblik in Ouderkerk aan de Amstel. Heerlijk landelijk, veel ruimte om zich heen en alle liefde voor de dieren die ze om zich heen kan verzamelen, want ze wilde eigenlijk ooit veearts worden. Laten we eens kijken hoe ze woont. 300 vierkante meter maar liefst. Genoeg kamers, waaronder 5 slaapkamers en een badkamer, om samen met man Joost Staub en 3 kinderen heerlijk te kunnen genieten van het buitenleven. Als je kijkt naar het interieur, dan is dat nu natuurlijk een beetje tuttebellerig. Ik denk dat dit de foto's zijn van haar vorige inrichting, of althans van de inrichting van de vorige bewoner bedoel ik. Maar je ziet meteen wel, ze heeft het goed voor elkaar. Veel luxe om je heen. Nou ja, man is natuurlijk ook plastisch chirurg, die zal ook absoluut zijn centje bij verdienen. Maar wat vertelt dit nou over haar woonstijl? Ja, het kan natuurlijk zijn, nu ze landelijk is gaan wonen, dat ze dan ook van echt een landelijke woonstijl houdt. Maar we zouden eigenlijk moeten kijken naar de inrichting die ze had in Amsterdam. Dit is het huis in Amsterdam. Heel strak, eigenlijk wel bijna klinisch te noemen. Maar ook wel echt wel weer een inrichting die past bij zo'n mooi, luxueus, groot huis in Amsterdam. Je ziet ook echt een beetje die tegelvloer. Dat maakt het een beetje, ja, kil bijna misschien wel. Echt designwaardig. Grote slaapkamer, super deluxe badkamer. Nou ja, dit huis stond ooit te koop voor 2 miljoen. Een Zwitser had er heel veel interesse in, kwam helemaal langs met zijn gezin. Alles leek koek en ei, maar uiteindelijk kwam hij niet af. Dus ja, moesten ze wel een stukje verlies nemen, maar uiteindelijk zie je dat ze heel goed terecht zijn gekomen in Ouderkerk aan de Amstel. Maar welke interieurstijl past nou het beste bij haar nieuwe leven in Ouderkerk aan de Amstel? Ik denk zelf een beetje dat Scandinavische. Mooie, rustige kleuren. Echt mooie vormen, niet zo uitgesproken, niet zo hard als in Amsterdam. Het moet in ieder geval een toegankelijk en sympathiek interieur worden. Nou, en sympathiek is ze zeker. Ze zet zich enorm in voor het dierenleed in de wereld en vooral voor die van kippen via Wakker Dier. En mocht ze nou een andere carrière willen, ze kan natuurlijk altijd de politiek in voor de Partij van de Dieren. En gelukkig heeft ze ruimte genoeg om een grote dierenopvang te beginnen.